Vannacht was een vrij koude nacht. We komen steeds meer bij het zuiden, dus de nachten worden ook steeds kouder. Eigenlijk wel fijn, want dan word je niet wakker in zo'n snikhete tent. Ik had vooral koud vanochtend. Ik was mijn slaapzak kwijt, dus dat was een koude nacht. Heb je zonder slaapzak geslapen? Ja, dat was heftig. Nee, ik heb niet koud. Ik probeer wel gewoon wat Friese accenten aan te doen vandaag. We komen langs Alice Springs over anderhalf uur. En daarna weken niet zo goed eigenlijk. Hoezo moet ik dat weten? De derde racedag. Toka is gisteren wat dichterbij gekomen. Het is nu dus tijd om onze voorsprong weer wat uit te bouwen. En ik denk dat dat wel kan lukken. We hebben echt een hele hoop extra energie binnengehaald met statisch laden. En ik denk dat het wel goed moet komen vandaag. We gaan knallen. Ik denk dat we gewoon heel hard door moeten rijden vandaag. Helemaal top, we gaan klaarstaan, we kunnen topshot tillen, we mogen zo weg. Goede voorsprong op Tokai, veel energie binnen. Dat is vet. Wel heel veel wind, dus ik was wel veel hard werken, maar ging goed. Nou, vandaag was een fantastische dag. In het noorden van Australië heb ik zelfs even de 111 km per uur aangetikt. Nou, dat is echt een geweldig gevoel als je met 111 km per uur in Nuna 7 over een brug heen rijdt en zo'n prachtig Australisch landschap voor je op ziet doemen. We zijn nu bijna bij Cooper Pedy, dat is op de 2127ste kilometer van de hele race. Morgen moeten we nog even doorzetten en we gaan die winst meenemen naar Nederland.